gaan een mooie kalfsbraadsel klaarmaken. Gevuld met parma ham, verse Italiaanse kruiden, lekkere pesto. Opgerold en wel. En die gaan we eerst even in de pan aanbraden. Daarna mooi langzaam in de oven door laten garen. Heerlijk gerecht voor ongeveer 4 personen. Super om klaar te maken. En heerlijk bij gebakken aardappeltjes. Het kan bij een mooie risotto met pasta. Maar zeker voor een kerstdiner. Helemaal top om te gebruiken. We gaan hem eerst in versmeren met een lekkere pesto marinade. Dat geeft de basis. Daarin gaan mooi de verse kruiden die we net gesneden hebben mooi hechten. Zodat het één geheel gaat worden. Daartussen doen we dan ook de parma ham. Mooi fijn gesneden, zodat als je ook plakjes gaat snijden, dat het mooi op zijn plek blijft zitten. We hebben een kruidenmix van oregano, verse basilicum en wat rozemarijn. Mooi fijn gesneden, zodat het ook mooi verdeeld kan worden over het hele product. Het mooie is voor u, u kan het gewoon kant-en-klaar bij ons kopen. Dit hebben we gewoon volop in het assortiment. We hebben diverse rollades die we opbinden. Van varken tot lam. En dit is dan van de kalfs. Een soort salt in bocca, maar dan echt als een rollade. Niet te zuinig, maar ook niet overdrijven. Dat is niet nodig. Kijk eens, dan maken we het geheel mooi in vorm. Een mooi dun touwtje hebben we voor de wat fijnere stukken vlees. Voor grote stukken vlees gebruiken we stevig touw. Dat moet hard aangetrokken worden. Hierbij een fijner touwtje, zodat we dit mooi kunnen opbinden. Nu is het bij gevulde rollades vaak zo dat het een soort lap vlees is of een stuk vlees waar een vulling tussen zit. Dus als u dit wil gaat snijden thuis, als u uit de oven komt, haal dan niet meteen alle touwtjes eraf. Laat die touwtjes gewoon zitten. Die kunt u met het snijden vanzelf verwijderen als u zover bent. Anders dan valt hij helemaal open en dat is eigenlijk zonde. Dan kom je helemaal de vulling niet meer tegen. Aanbraden doen we zo meteen in de koekenpan. Lekker wat roomboter. Dat we een mooi goudbruin hebben. En dan kan hij langzaam doorgaren in de oven. Kerntemperatuur rond de 455 graden, dan is hij mooi rosé. En de oven zelf zetten we rond de 140, 150 graden max. Hoe rustiger we hem garen, hoe beter het product blijft, hoe sappiger die wordt. Zo is hij mooi ombonden. En één keer om hem mooi af te sluiten, even een mooi dwarstouwtje over het product. Die gaat er als laatste op, dus die mag er ook als eerste af. Dus als hij uit de oven komt, kunnen we hem gewoon zo recht op en neer in plakken snijden. Dan is hij helemaal perfect. Nou, de pan is mooi warm. Dan gaan we hem hier lekker in aanbraden. Zo. Het aanbraden van het vlees betekent eigenlijk ook het dichtschroeien van de poriën die aan de buitenkant van het vlees zitten. Dat is heel belangrijk om het vlees mooi gesloten te houden. En dat alle sappen ook binnen blijven zitten. Sommige braadstukken kun je ook gewoon in de oven al dichtschroeien. Maar dan zet je hem op 180, 200 graden in het begin. Zodat hij dat eigenlijk in de oven zelf al doet, hete lucht. Zou je met dit ook kunnen doen? Wij kiezen ervoor om het gewoon rustig te laten garen. En dan eerst in het begin even lekker aan te braden. Mooi een beetje door de pan heen bewegen. Lekker die boter zijn werk laten doen. Alle hitte van de pan, die kun je dan mooi opnemen. Zo, nou de rollade die is mooi goudbruin geworden in de pan. Kijk eens aan, lekker stevig dichtgeschroeid. Dat is gewoon belangrijk en dat duurt ongeveer 5, 6, 7 minuutjes. Gewoon op het oog even controleren. Hij moet zeker niet verbranden, dat is echt niet nodig. Hij moet wel even lekker door die boter gehaald worden. En hier kun je later ook nog wat shallotjes, wat champignons en eventueel een portsausje lekker in aanfruiten in het braadvet. Dus dat hoef je echt niet weg te gooien. Kunt u gewoon bewaren. Heerlijk.
Deze jongen is klaar om de oven in te gaan. Dus we pakken even een ovenschaal. Kijk eens aan. Oeps, oké. Kijk eens. We hebben nog wel lekker wat kruidjes, wat basilicum, rozemarijn, een beetje parma meegebakken. Nou, dat kan heerlijk mooi. Zo over de rollade heen. Gaat weer smaak afgeven. Lekker zijn dingetje. Wat we zeiden, 140, 150 graden. Kern 354. Dan is hij helemaal perfect. Wat rusten. Nou, de saltimbocca rollade is klaar. 54 graden kern heeft hij gehaald. Even 10 minuten laten rusten. En hij is klaar om aangesneden te worden. Nou, wat ik al zei. Het dwarsstoutje wat we er overheen hadden gehaald. Om de boel dicht te houden. Die halen we er natuurlijk af. Maar daarna kunt u gewoon met de touwtjes mee het vlees opsnijden. En hier kun je van alles bij maken qua garnituur. Je kunt er een lekkere truffelrisotto bij maken. Je kunt ook een hele mooie pasta met iets met truffel en champignons maken. Maar natuurlijk ook heel mooi te begeleiden met een lekker aardappeltje of een mooie puree. Roast potatoes, eigenlijk alles kan hier gewoon goed bij. Je ziet mooi die kruiden, de ham. En hij is zo'n super, super sappig. Alles gaat mooi mee. Nou, hier komen we een touwtje tegen. Die kunnen we er mooi tussenuit halen. Maar dan blijft hij mooi intact. En dan heb je gewoon hele plakken die je opsnijdt voor je gasten. Super mooi rosé. Dat is wat we willen. Kijk eens aan. Zo kan je hem mooi observeren. Ik zeg, eet smakelijk!